Welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel? Mijn naam is Suzanne en vandaag ga ik iets onwijs lekkers maken, namelijk vegan beef bourguignon. Het is absoluut een favoriet van mij en ook van mijn vriend Fabien, die niet vegan is, maar hier ook echt van geniet. Beef bourguignon is van oorsprong een Frans gerecht en is op basis van rundvlees en spek. En dat rundvlees dat ga ik vervangen door TVP. Nou zal je dat misschien niet iets zeggen, maar TVP staat voor Textured Vegetable Protein. Je kunt het kopen bij de Aziatische supermarkt en ik ga het je laten zien. Het ziet er niet echt super aantrekkelijk uit, dat weet ik. Echt waar. Dit zijn namelijk gedroogde sojaproteïne stukken. Ja, daar word je niet heel vrolijk van als je dat ziet, maar geloof me, dit is echt een van de betere vleesvervangers. Waarom? Ik ga een paar redenen geven waarom ik hier zo gek op ben. Ten eerste, het is lang houdbaar, dus ongeveer een jaar. En je kunt het gewoon in je voorraadkast bewaren, hoeft niet in de koeling. En het enige wat je hiermee hoeft te doen is het 20 minuutjes laten weken in heet water. En dan wordt het zacht. En dan knijp je dat water eruit en vervolgens kun je het bereiden naar wat je maar wil. De smaak is in principe neutraal, wat ik echt heel fijn vind. Daardoor, het neemt echt smaken aan. Het is vrij poreus. Het is heel stevig, maar het is ook poreus, waardoor het de smaken er heel goed intrekken. En ik denk dat je het beste kan vergelijken met bieflapjes. En het is niet duur. Het is ongeveer €2,45 voor zo'n hele zak. En het is ook vaak in de aanbieding. Ik heb het gekocht bij Maison Oriental en dan sla ik het wel altijd in. Het is dus betaalbaar, het is makkelijk om in huis te hebben. Ja, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. En vandaag ga ik er dus een beef bourguignon mee maken. Nou, deze staat al, nou hoe lang? In december staat het een jaar op zijn website. Kijk eens eventjes, dit is echt zo lekker, echt waar. En ik maak dan gelijk een hele pan vol, want je kunt het prima bewaren in de koelkast voor een dag of 3-4. En dan wordt het zelfs nog lekkerder van, als alle smaken helemaal in elkaar trekken. Dat is zo heerlijk. En bij die beef bourguignon eten wij meestal pasta of aardappelpuree. Maar je kunt er ook gebakken aardappels bij eten of rijst. Het is een heerlijke basis voor echt een wintersgerecht. Dus ik ga het nu maken. We gaan beginnen. Dit zijn alle ingrediënten die je nodig hebt. Een zak met textured vegetable protein beef slices. Een schaaltje vegan spekjes. Een doosje witte champignons. Bloem. Een laurierblad. 3 teentjes knoflook. Een klein blikje tomatenpuree. 1 grote ui of 2 wat kleinere. 2 bouillonblokjes. Zout, peper, zilveruitjes, tijm. Je kunt ook verse tijm gebruiken, maar gedroogd gaat ook prima. En rode wijn. Als eerste ga ik deze stukjes weken in gekookt water. Zo ziet het eruit. En daar gaat nu heet water bij. Genoeg om ze helemaal onder water te hebben. En dit laat je dan een minuut of 20 staan. En intussen ga ik de uien snijden. En ik heb de ui in dunne halve ringen gesneden. Dit is ook gelijk de enige reden waarom ik een kaasschaaf gebruik. Voor het schillen van groenten en fruit. Is trouwens een kunststof kaasschaaf. Vind ik een stuk veiliger dan zo'n RVS. Daarmee haal ik de buitenkant van de wortel. De schil, zeg maar. En ik snij de uiteindes ervan af. En ik snij de wortel in dunne halve plakjes. En de champignons die ga ik in kwarten snijden. Ik veeg ze even schoon met een stukje keukenrol. En dan ga ik de knoflook vast persen. Het werkt sowieso altijd wel het fijnst, vind ik hoor. Als je gaat koken om alles helemaal voorbereid klaar te hebben staan. Dus alles gesneden, fijn gehakt, kan je in één keer door. En ik moet toch wachten tot die stukjes geweekt zijn. En als laatste ga ik de spekjes iets kleiner knippen, want ik vind ze gewoon wel aan de grote kant. Ik vind dat best wel groot, dus ze mogen zeker wel de helft kleiner. En dat ga ik gewoon doen met een schaar. Van de grote stukken iets kleiner knippen. Ze hoeven niet te klein, maar de hele grote stukken die knip ik gewoon doormidden. Dit is echt optioneel, maar dat vind ik gewoon lekkerder. Ik heb de beefslices zojuist afgespoeld in een vergiet met koud water. En ik heb ze zo goed mogelijk uit laten lekken. En wat nu heel belangrijk is, is dat je een beefslice neemt en die dan heel goed uitknijpt. Er komt nog vocht uit. Het ziet er allemaal niet zo smakelijk uit, maar geloof me, het wordt echt heel lekker. Je kan er ook een paar tegelijk doen. Knijp er met je handen zoveel mogelijk vocht uit. En je ziet, het komt nog best wel veel vocht uit. Je wil ze dus zo droog mogelijk hebben. Zo, dat was de laatste. Kijk hoeveel vocht er nog uitgekomen is. Het meeste vocht is uit stukjes. En wat ik nu ga doen is helemaal optioneel. Maar ik vind het gewoon iets te groot stukken. En ik vind ze net wat
fijner qua bijt als ze doormidden zijn. Je kunt ook snijden, maar ik vind knippen een stuk sneller gaan. Dan kun je ze gewoon allemaal tegelijk zo... Hup. Eerst wat ik ga doen, is wat boter laten smelten in de pan. Ik heb hiervoor plantaardige margarine. Je kunt ook wat olie gebruiken. En dan heb ik hier een braadpan. Ook die ga ik verhitten. En daar doe ik een flinke klont plantaardige margarine in. Dan ga ik namelijk de spekjes heel even bakken. Dan de stukjes gaan erbij. En de spekjes gaan in de andere pan. En dit bak ik allebei een paar minuten op hoog vuur. Voordat ze beginnen te kleuren. Ik gebruik dus de nieuwe vegan spekjes van Albert Heijn. Deze dus. En ik heb er net eentje geproefd. Ik vind het zeker niet vies. Maar ik moet zeggen dat ik die van Vivera nog steeds het lekkerst vind. Deze lijken wat zoeter. En die van Vivera die zijn wat zouter en hartiger. Dan moet ik zeggen dat die van Vivera wel heel erg zout zijn. Maar daar hou ik dus wel van. Zo. Vind je die van Vivera nou te zout? Dan zijn deze voor jou. Want er zit echt een stuk minder zout in volgens mij. Nou, die bieflapjes die zijn goed gekleurd. Het zijn er 5 minuten gebakken en die zet ik nu even apart. En inmiddels heb ik de uien in de pan gedaan, in wat gesmolten margarine. En die zet ik op een laag vuur, een aantal minuten totdat ze zacht beginnen te worden. Dan gaat het vuur iets hoger, dan gaat de wortel erbij. En de champignons. En de knoflook. En dan bak ik dan nog een paar minuten. En dan gaat daar de tomatenpuree bij. Gewoon zo'n klein blikje. En ongeveer een theelepel tijm. Ik gebruik gedroogde. En dat roer je dan goed door. En dan gaan de spekjes erbij. En ik was helemaal vergeten te zeggen aan het begin van de video dat ik ook peterselie gebruik. En nou gebruik ik hiervoor gedroogde peterselie. Je kunt ook verse peterselie gebruiken. En ik heb deze volgens mij bij de Lidl gekocht. Het is ideaal. Ik doe er gewoon een eetlepel bij. En dan gaat nu ook de groentebouillon erbij. Een liter. En de rode wijn. Goed doorroeren. En dan heb ik hier de bloem. En om klontjes te voorkomen ga ik die even zeven. Daar heb ik gewoon een klein zeefje voor. Daar doe ik de bloem in. En dan zeef ik die erboven. En tussendoor even goed doorroeren. En dan de rest van de bloem. De bloem zorgt dat het gaat binden. Want het is nu meer een soort soep. Maar dan wordt het een dikkere saus. Dan plaats ik deze even naar de andere kant. Naar de andere pit. Dan zet ik het op laag vuur. En dan heb ik hier een koekenpan. Daar smelt ik een klein beetje plantaardige margarine in. En een heel klein beetje olie. En dan heb ik hier een stuk of 30 zilveruitjes. En die gaan in de pan. En er gaat wat gedroogde tijm bij. En dat bak ik een paar minuutjes totdat de zilveruitjes beginnen te kleuren. Nou, de zilveruitjes zijn gebakken. En die gaan samen met de tijm in de pan. En dan gaan ook de sojastukjes erbij. En zoals je ziet is het dan echt een pan vol. Het enige wat erbij gaat is wat zout en wat vers gemalen zwarte peper. Het ruikt nu al geweldig. En daar gaat als laatste een laurierblad bij. Dan zet ik het vuur lager en het deksel schuin op de pan. En dat laat ik een half uurtje op laag vuur zachtjes pruttelen. Nou, dit is het resultaat. Het is heel heet nog en er zit nog best wel veel saus bij. Maar dat wordt, naarmate het afkoelt, wordt het dikker. En aangezien ik er meerdere porties uit wil halen, is dat geen probleem. Ik ga het nu even opscheppen met één hand. Ik heb namelijk al een bordje pasta klaarstaan. En daar gaat deze heerlijke beef bourguignon bij. Het ruikt echt fantastisch. Het is zo lekker. Dit is echt één van onze favoriete gerechten. Oh, de camera beslaat. Zo heet is het. Ik heb het echt net gemaakt. Kijk nu nog een beetje van die extra saus over de pasta heen. Heerlijk. Dit is echt genieten, echt waar. Dit is, nou ja, ik heb het nu al 3 keer gezegd, mijn lievelingsgerecht. Om zelf thuis te veganizen. Echt, wauw. Al zeg ik het zelf. Dit moet je echt maken. En ik verheug me nu al op de komende dagen, want dan wordt het alleen maar lekkerder. Dus ja, ik laat het afkoelen. En dan verdeel ik het in porties en dan gaat het lekker koelkast in. Ga je dit nou ook maken, dan zou ik het heel leuk vinden als je er een foto van nam. En het plaatst op je social media kanaal. Vergeet me niet te taggen, @wateetjedanwel. En gebruik de hashtag #vanwateetjedanwel bij je foto, zodat ik je foto's kan zien. Nou, bedankt voor het kijken en ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende video. Doeg!